Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik kreeg via Instagram een paar vragen over mijn haar. En toen dacht ik, waarom maak ik er niet gewoon een losse video van? Want ik heb wel het een en ander te vertellen over haircare. Oké, dit zijn ze. Alle producten die ik gebruik wekelijks voor mijn haar. 2 verschillende conditioners, een shampoo, een haarolie, supplementen, een kleine kam en een grote borstel. Niet heel veel dus, maar wel echt, ja, dit werkt gewoon heel goed voor mij. Als ik onder de douche sta, begin ik altijd met de shampoo. Deze van Pure Logi gebruik ik alweer een tijdje. Het is ook heel erg verzorgend. Stap 2 is deze Blonde Angel conditioner van Kevin Murphy. Geeft het gewoon precies de kleur die ik wil dat het heeft. En het maakt je haar dus ook gewoon heel erg zacht. Vervolgens ga ik mijn haar dus nat borstelen. En ja, dat is dus voor heel veel mensen een no-go. Maar voor mij werkt dat gewoon het beter. Want nu zit de conditioner, de rest zit er nog in. Mijn haar is nog heel zacht. En als ik het dus laat opdrogen, voordat ik het ga kammen, dan zit mijn haar vol klitten. En dan kom ik er echt niet meer doorheen. Maar ja, volgens mijn kapster is het oké. Omdat ik dus verder wel heel erg goed voor mijn haar zorg. En dan ga ik dus verder met dat kleine kammetje. Een beetje open achter de kam waar oudere mannen zeg maar hun haar mee kammen. Ja, en met dat kleine kammetje maak ik dus een zo perfect en recht mogelijke scheiding. Wat niet helemaal lukt, want ik heb een soort van hart voor mijn gezicht. En een klein plukje aan de voorkant van mijn hoofd, waardoor het nooit helemaal echt kaarsrecht zit. Maar dat vind ik niet uitmaken. Het gewoon een beetje zo recht mogelijk eigenlijk. Volgende stap is een klein beetje, nou ja, 5 pompjes denk ik ongeveer van de Davines Hair Olie. Het is zo'n fijne olie, want het droogt op en laat het niet vettig achter. Dus je ziet eigenlijk niet dat je iets in je haar hebt gesmeerd. En ik doe het een beetje aan de bovenkant en het meest aan de onderkant. Daar accentueer ik mijn haar, maar aan de bovenkant niet. Want ik vind het gewoon mooier als mijn haar aan de bovenkant wat stijler is en aan de onderkant wat meer de krullen zitten. Oké, mijn haar is eindelijk droog, denk ik. Ja, even checken. Yes. Oké, dus deze heb ik ook niet meer nodig. Nou, meestal laat ik mijn haar gewoon drogen en ga ik naar buiten. En dan zie ik wel op werk, als het opgedroogd is, hoe het er dan uitziet. Maar als ik wat meer tijd heb, dan hou ik er wel van om een beetje wat meer mijn best te doen. En ook met een krultang nog een beetje een aantal krullen te accentueren. Ik heb eigenlijk best veel krul voor mezelf. Maar ik vind dat ik een beetje een rond gezicht heb. En als het dan hier heel erg krult, dan lijkt ik een beetje zo'n, ja, klein propje, heb ik het gevoel. Dan krijg ik echt zo'n bolle toet. Dus ik heb liever dat het hier een beetje stijl is-achtig. Stijl, echt stijl kun je het natuurlijk niet noemen. En dat de krullen hier beneden zitten. Nou ja, allereerst ga ik altijd nog even met de conditioner een beetje, klein beetje door mijn haar om de pluis weg te halen. Want mijn haar heeft gewoon wel echt de neiging om te gaan pluizen. En daar gebruik ik gewoon meestal deze conditioner voor. Deze is gewoon van Rituals. En het is eigenlijk niet bedoeld als leave-in conditioner. Het is echt wel iets wat je geloof ik onder de douche moet gebruiken. Maar ik vind het heel fijn, want dit product breng je aan op je haar en het doet zijn werk. Maar daarna voel je het niet meer. Je ziet het ook niet meer. Het maakt niet, ook niet vettiger. Dus dan doe ik eigenlijk gewoon, nou ja, de grootte van een klein knoopje, zoiets. Doe ik een beetje zo verspreid over mijn handen. En dan ga ik dat een beetje doorheen op de plekken waar mijn haar pluizig is. En dat is meestal gewoon hier. En hier trek ik het dan wat meer stijl naar beneden. En hier, waar echt mijn krullen zijn, daar accentueer ik het een beetje. En dan krijg ik precies eigenlijk dat effect wat ik wil. Maar als ik dus meer tijd heb en ik heb bijvoorbeeld een belangrijke afspraak of een interview of s'avonds een feestje, dan hou ik er wel van om dus wat extra mijn best te doen. En dan gebruik ik deze. Wat ik doe is ik pak een paar hele kleine plukjes. Vooral hier. Hier krijg ik altijd een soort van knik in mijn haar. Een beetje zo'n gordijntje. Dat doet me altijd een beetje denken aan Nick Carter van de Backstreet Boys, die ook altijd zo'n die gordijntjes had. Die wil ik gewoon, die moeten gewoon een beetje netjes worden. Dus daar ga ik altijd mee beginnen. Hoe zeg je dat? Dat ging er bijna mis. Ik kwam iets te dicht. Normaal gesproken doe ik dit natuurlijk voor de spiegel. De spiegel staat hier achter. Maar ik kan daardoor niet zo goed inschatten. Ik moet hier wel mee oppassen. Straks verbrand ik mijn haar net als dat meisje die dus die krultang gebruikte. Maar toen zo'n heel, echt zo'n dikke pluk al van de haar afviel. Ja, juist. Dit is eigenlijk precies wat ik wil.
Ik heb nu de helft van mijn haar gedaan om jullie het verschil te laten zien. Nou ja, dit is dus wat er gebeurt als ik mijn haar gewoon let opdrogen en er verder niks aan doe. En dit is dus als ik het een klein beetje ga accentueren. Nou, dit is letterlijk 5 minuten werk en dan heb ik al dit. En ja, ik denk dat het vooral zit in dus, nou ja, smalle plukjes pakken. Maar soms ook wel iets breder. En de ene keer laat ik hem er 1 of 2 seconden omheen zitten. En de andere keer net iets langer. Waardoor je een beetje verschillende soorten krullen krijgt. We gaan zo naar mijn neefje. Ik heb wel zin om die weer te zien. Zo, ik denk dat ik klaar ben. Ja, en dit duurt dus echt max 10 minuten. Natuurlijk als je stijlhaar hebt en het duurt iets langer voordat de krullen pakken, dan iets langer. Maar dit hoeft echt niet. Ja, je kunt ook gewoon een paar plukjes doen. En dat geeft al een heel mooi speels effect in haar. Ik ben even op mijn balkon gaan staan om het echt goed te laten zien. Dit is het. Super easy, maar wel veel effect vind ik. En wel echt, ja, ik vind mijn haar gewoon oké als ik het dus laat opdrogen. Ik hoef er niet elke dag perfect uit te zien, daar hou ik helemaal niet van. Ik vind dat je ook gewoon menselijk mag zijn en lekker mag opstaan en je haar een beetje gewoon laten doen wat het doet. Maar ik vind het gewoon soms leuk om een beetje wat meer mijn best te doen en dan is dit echt perfect. Want uiteindelijk ben je ook niet heel erg lang bezig.